Die speler en trainer zijn onderweg naar hun prijs. Kees van Wonderen krijgt het bronzen schild voor de beste trainer van de derde periode. Moet dat volledig coronaproof natuurlijk zelf ophalen. Maar heeft wel erbij vermeld dat hij die prijs alleen in ontvangst wil nemen als zijn voltallige staf erbij mag staan op de foto. Want hij doet dit niet alleen. Dat kenmerkt ook wel de persoon Kees van Wonderen. Hij dus de beste coach van de keukenkampioen-divisie in periode 3. Samen met zijn staf. Maar hij is niet de enige die zo'n zwaar beeld in ontvangst mag nemen. Hij heeft namelijk ook een speler in zijn team die niet alleen beste verdediger, maar ook de beste speler is van de hele derde periode. Laten we dat vooral niet vergeten. En het is voor de eerste keer dat een verdediger die prijs ook in ontvangst mag nemen. Dat is heel speciaal voor Sam Beukema. Die zonder dat hij het bord aanraakt ook meteen weer moet helpen om dat ding overeind te trekken. Ja, het is niet zo windproof als dat ze dachten. Hij gaat hem niet zelf pakken. Hij krijgt hem van zijn mama. Van mama Daisy. Dat ziet er dan niet volledig coronaproof uit. Maar dat is het wel. Want mama Daisy werkt gewoon bij Go Ahead Eagles. Zit in de bubbel bij de club. En is dus ook in staat om aan haar zoon, hoe speciaal is dat, deze prijs te geven. En dan hoort daar natuurlijk een knuffel bij. Bijzonder moment voor Sam Beukema. Hij dus de beste speler van de derde periode. Als winnaars van de bronzen. En dit gezicht mag je met recht apetrots noemen.